Na afloop van de wedstrijd FC Lienden tegen Kozakken Boys praten we even met Danny Buijs. Hij is natuurlijk de trainer van Kozakken Boys. Een 5-0 overwinning. Geen enkel moment in gevaar geweest, Danny. Nee, al moet ik wel zeggen dat we het eerste half uur wel moeite hadden om echt tot uitgespeelde kansen te komen. Verdedigend zijn we ook in die fase niet in de problemen geweest. Maar dan is het altijd lekker dat je op een gegeven moment toch die 0-1 maakt. En het was denk ik 1 minuut voor rust. Ja, die vrije trap die zo binnenvliegt, ja, daar ga je met een heel goed gevoel de rust in natuurlijk. Die vrije trap was trouwens een perfecte trap. Doelpunt van de week eigenlijk. Ja, ik weet niet op de andere velden of er ook mooie goals zijn gemaakt. Maar deze zal wel genomineerd worden, denk ik. Ja. Jullie zijn volop in de achtervolging op Katwijk. Die hebben alles nog zelf in de hand. Voor jullie wordt het ietsje anders. Ja, ik bedoel, we zijn echt aan een goed seizoen bezig. Alleen Katwijk steekt daar nog op dit moment bovenuit. Ja, wij proberen gewoon het uiterste eruit te persen. En dan hopen, en we zijn afhankelijk van Katwijk, dat zij misschien toch nog een keer een misstap begaan. Omdat we de laatste wedstrijd nog tegen elkaar spelen. Ja, en als dat niet gebeurt, dan zijn zij gewoon absoluut de dik verdiende kampioen. Want als je zoveel punten haalt in 1 jaar, in de top van de amateurs, dan is dat knap. Ja. Jullie hebben al wat vaker tegen FC Lienden gevoetbald. Meestal viel het kwartje voor FC Lienden de goede kant op. Nu was het duidelijk aan jullie. Nee, het was niet omvallen. Het was gewoon heel erg verdiend. Ja, dat denk ik ook. En zeker de tweede helft. Hè. We hebben Lienden eigenlijk geen moment de kans gegeven om terug te komen in de wedstrijd. En eigenlijk heel snel de wedstrijd beslist. En dan op het eind kan het ook zomaar nog hoger uitvallen. Want ik denk dat Schimmel nog 2 of 3 ballen eruit haalt. Ballen op de paal. Maar wat dat er gaat, wij mogen gewoon blij zijn en trots dan we hier met 0-5 winnen. Dat is compliment naar de groep. Ja, ik denk die 5-0 overwinning, misschien qua doelsaldo zou het jullie nog misschien wat verder kunnen brengen. Je weet het maar nooit, hè? Nee, je weet het nooit. Geldt trouwens ook voor Lienden, alhoewel ik niet weet of onderin ook de doelsaldo dadelijk bepalend is. Maar ik ga er wel vanuit, Lienden, met de spelers die ze hebben, dat ze zich nog mentaal op kunnen richten. Dat ze in die laatste 3 wedstrijden er wel in staat moeten zijn om nog een paar punten te pakken. En mocht dat niet zo zijn, dan heb je altijd de na-competitie nog. Maar ja, daar wil je liever niet in terechtkomen. Dus ik hoop voor Lienden en voor jou en voor iedereen bij de club dat die jongens het even mentaal oppakken. Ja. Jullie moeten de druk erop halen de komende wedstrijden. Je moet alles gewoon winnen. Nee, zeker. We moeten alles winnen. Dus dat betekent misschien ook dat je soms gedwongen wordt in wedstrijden om risico's te gaan nemen. We hebben niks meer aan een gelijkspel. Je moet ook van wedstrijd naar wedstrijd kijken. Dus blij met deze overwinning. Maar volgende week wachten voor ons ook een zware thuiswedstrijd tegen IJsselmeervogels. Nou ja, jullie lopen ook al een paar jaar mee. Op dit niveau heb je geen makkelijke wedstrijden. Of op dat je voorhand zegt, die gaan we even winnen. Dus Een paar spannende wedstrijden nog, ook voor jou. Want aan het eind van dit seizoen verkast je naar het Hoge Noorden. Prachtige stad Groningen. En hoe kijk je daar tegenaan? Ja, vol. Ja. Emotie, denk ik. Hè? Het is emotioneel als je bij een eredivisie als trainer aan het roer staat. Nee, zeker. Hoe kijk je daar naartoe? Blijdschap, trots. Je hebt allerlei emoties die door je heen gaan. Ik ben natuurlijk nog jong. Dat je de kans krijgt om vanuit de top van de amateurs bij zo'n eredivisieclub te mogen werken is uniek. En ook gezien mijn verleden bij de club. Dus wat dat er gaat, misschien besef ik het me af en toe nog ineens wat voor stap het gaat worden. Maar dat gaat dadelijk wel komen als het seizoen gaat beginnen eind juni. Ik denk het ook. Danny, ik wens jou bij FC Groningen komend seizoen heel veel sportief succes toe. Blij dat we de afgelopen jaren in die tweede divisie hebben mogen ontmoeten. En nogmaals, bedankt voor alles en al het goede voor in de toekomst. Dankjewel en ik wens jullie met Lienden heel veel succes de komende week om handhaving veilig te stellen in de tweede divisie.